Welkom terug op een fotobespreking van de maandopdracht Mijn Dorp. Ik had gevraagd van jullie dorp en ja, dan mag het alles zijn. Ik probeer het eigenlijk zo breed mogelijk te doen. Niet iedereen die naar het fotokot kijkt, meedoet aan de opdrachten van de fotokot, is natuurlijk natuurfotograaf. Dus ze mocht dat ook invullen met abstracties, portretten en zo verder. En we hebben een beetje van alles wel en dat is wel leuk. Dus hier zie je ook een inwoner van het dorp, een boer, de koe melken. En waarom heb ik die geselecteerd? Op basis van compositie is die redelijk centraal. Je merkt dat je onmiddellijk naar de koe kijkt. Je zal hier ook gefocust hebben, maar het is met 27 mm. De scherptediepte loopt redelijk ver, dus dat zal geen probleem zijn naar scherpte toe. Nu, na compositie zou ik toch enigszins anders gedaan hebben. Wat merk ik? Dat er hier wat roest is, wat bruin. Ik vind dat leuk dat dat bruin terugkomt in die koe. Dus ik zou dat eigenlijk uitgespeeld hebben. Persoonlijk zou ik hier de boer en de koe aan de linkerkant van het beeld geplaatst hebben. Wat meer ruimte gecreëerd aan de rechterkant, zodanig dat je hier een mooie lijn krijgt, een mooie bruine lijn. En dat bruin van de koe komt terug. Dus als je op je achtergrond iets kunt terugvinden dat ook in uw onderwerp aanwezig is, moet je dat zeker gaan uitspelen. Ik kreeg nu net de melding van Kees, geen beeld en geen geluid, ook niet na verversen en sluiten en opnieuw inloggen. Zijn er nog mensen die geen beeld en geen geluid hebben? Ik zie gewoon nog chats passeren van goedenavond. Zorg er zeker voor dat er bij u thuis niemand naar Netflix kijkt, niemand online aan het gamen is, uw backup programma afstaat. Ik heb dat ook allemaal nu afgezet om dit te kunnen streamen. Oké. Dus dit van de boer en de koe. Hier zie ik ook bovenaan wat wit uitgebrand, valt niet echt op. Heel moeilijk omdat daar ter plaatse een gradatiefilter in orde er te gaan steken. Om dat te gaan oplossen. Maar ik zou me vooral hier concentreren op de bruine partij, op het hekkenwerk en op de koe. Hier opnieuw een beeld. En ik denk dat dit beeld is van Hilde Bonnier. Inderdaad, Hilde Bonnier. Heel leuk actiebeeld van een evenement. Niet enkel omdat het zwart-wit is. En de keuze voor zwart-wit vind ik hier wel zeer goed. Omdat je dan meer aandacht besteedt aan de actie, aan de uitdrukkingen van de mensen. Mocht het in kleur geweest zijn, dan zou men nogal snel naar het gras willen kijken. Gras is natuurlijk groen op de meeste plaatsen. En we willen altijd wel een groen kleur zien, we vinden dat mooi. Hier ook vind ik heel mooi de armen die zo mooi mijn oog brengen naar de vispaling of zo, weet ik veel, die daarin gegooid wordt. Waardoor dat ook nog een keer extra in de kijker komt. Zeer mooi moment om af te drukken, ook met de actie. De uitdrukking op het gezicht van die persoon vind ik ook perfect. Dus ik blijf eigenlijk wel hier met mijn ogen zitten en continu kijken. En hier de toeschouwers op de achtergrond, die ook wel, ja, het is harde zon, dus die kijkt wat bedrukt, heeft die zonnebril aan. Dus eigenlijk een zeer mooi beeld, zeker mooi beeld om dit, ja, aan het evenement zelf te gaan bezorgen. Mooi moment. Dit zal een beeld zijn van Saskia van Otehem. En ik vind dat eigenlijk een mooie start van iets. Je ziet hier, ik zie het toch hier op het scherm dat de ISO staat op 25.600. Dus ik vermoed dat dat niet op statief gefotografeerd is. En ik vind dat niet erg. ISO 25.600, dat is ontzettend hoog. Op het beeld zelf die jullie zien, zien jullie waarschijnlijk meer ruis dan dat ik zie. Ik vind het hier zeker aanvaardbaar. Ook omdat het nacht is en ik vind dat dat klein beetje ruis eigenlijk meer sfeer heeft. Ruis vind ik niet zo erg, kleurruis vind ik wel erg, omdat ik dat persoonlijk lelijk vind. Maar er is geen kleurruis aanwezig. Hier vind ik het heel mooi, dat is gefotografeerd in Laren, het kasteel van Laren op de achtergrond, dat er hier licht brandt en dat we hier nog een lantaarnpaal hebben. Dus rond die elementen zou ik iets beginnen doen. Het lijkt me wel mooi om in dat blauwe uurtje foto te gaan nemen van het verlicht kasteel van Laren en dan nog hier en daar wat lichtjes die branden in de huizen. Ik vind dat een heel leuk detail hier. Nu, in december krijgen jullie opdracht waar je zulke zaken zeker kunt gaan doen. Misschien zelfs, en ik ga een keer een heel vlug kroppen, maar het is allemaal veranderd in Lightroom hier. Ik moet dat nog een keer allemaal bekijken. Maar hadden we zo'n beeldje genomen, dan zie je dat we hier een mooie diagonaallijn kunnen creëren. En oké, ik besef dat de fotografen hier die de lucht wat in beeld wil brengen, die mooie lucht, maar dat is hier het minst belangrijk aan dit beeld voor mij. Voor mij is het echt de wisselwerking tussen de verschillende lichten. Dus dat is een heel leuk startidee voor een projectje om te bouwen. Hier een foto van Freddy Quagebeur, Sint-Julien. En ja, ik heb gevraagd een beeld van jullie dorp en dat kon ook van alles zijn. Het waren een paar standbeelden ingestuurd en iedere foto kan. Voor mij kunnen dat kunstzinnig opvatten, kunnen dat bij zonsopkomst als landschapsfotograaf gaan opvatten. Of gewoon tonen wat er aanwezig is in het dorp. Dit kan bijvoorbeeld een beeld zijn voor in een brochure van de gemeente Sint-Julien of dichtbij Sint-Niklaas, dacht ik. Om dat daarin op te nemen, dit is dan geen beeld dat binnen een portfolio hoort van de fotograaf, vind ik. Omdat je toont een bepaald iets wat iemand anders gemaakt heeft. Dus eigenlijk toon je gewoon wat er te zien is en is het geen kunst van de fotograaf zelf. En binnen een portfolio toon je eigenlijk als fotograaf hoe jij iets voelt, hoe jij iets ervaart, hoe je iets op een speciale manier in beeld brengt. Maar niks mis dus met dit beeld. Dit kan perfect in de brochure dus komen van Langemark, blijkbaar. Sint-Julien is Langemark. Ja, heel veel kerken werden er ingestuurd en ik vind het niet erg. Dit is de kerk van Nieuwrode onder de maan. We zullen even moeten kijken op de website wie dat beeld ingestuurd heeft en zei dat het in de EXIF zit. Nee, het zit ook niet in de EXIF. Maar dus inderdaad heel mooi verlicht. Ik vind hier een mooie keuze om de kerk onderaan in beeld te zetten, want anders zou het toch maar hier zwart zijn. Hadden we kerk meer bovenaan geplaatst. Er werd hier meer geaccentueerd op de maan, die door de wolken schijnt, dat dan overgaat in donker. Nu, ik vind niks mis aan dat verticaal beeld, maar als ik een verticaal beeld heb, ik heb het heel veel getoond, dan ga ik er vooral een stuk gaan afsnijden. Zo. Nu, je ziet dat hier vooral de aandacht op de rechterzijde ligt van de foto. En waarom is dat? Een foto moet in balans zijn. Dat is ook iets wat ik uitleg op mijn compositiewebinar. Foto moet je in balans brengen en je kent overal wat gewicht aan toe. En uw weegschaal moet dus, zoals ik al zei, in balans staan. Nu, de kerktoren heeft een bepaald gewicht in beeld. De maan heeft ook een bepaald gewicht en een redelijk zwaar gewicht, omdat die super fel is en alle aandacht eist. Dus voor mij valt het beeld een klein beetje naar rechts. Hier is er weinig aan het gebeuren. Dus wat je hier kon doen, in de mate van het mogelijke natuurlijk, wat is zeer eenvoudig om dat te zeggen van achter een computer, is meer naar rechts gaan, waardoor dat de kerk meer naar links gaat en de maan ook meer naar rechts. Waardoor je dus meer een balans, een wisselwerking hebt tussen het linkergedeelte en het rechtergedeelte. Want nu valt alles een beetje naar rechts. Dus zorg er altijd voor dat uw weegschaal met uw gewichten op uw beeld in balans zijn. Vond ik een heel mooi beeld, mooi zwart-wit beeld. En dit moet ook een zwart-wit beeld zijn voor mij. Kleur mag hier zeker niet afleiden. We zitten hier allemaal rechthoeken in beeld. Hier een soort van rechthoek, hier een rechthoek. Dan nog een keer aan de zijkant. Alles loopt heel mooi van lijn naar de kleinste rechthoek hier in beeld, waar dan nog een keer een persoon passeert. En die persoon die is echt nodig in dat beeld. Moest die persoon nog 20 centimeter vooruit staan, zodanig dat hij hier loskomt van de achterkant. Misschien, ik weet het niet, ik vind het beeld op zich zo sterk genoeg dat het voor mij niet verplicht is dat die persoon loskomt. Dus een heel sterk beeld wel, vind ik. En we gaan even kijken. Van Jean-Paul van de Abbeele Merchten. Een beeld van Dave Lust. Jullie kennen hem waarschijnlijk. Die heeft een blogbericht geschreven voor het Fotokot. Over boven de wolken. En ja, dat was een van de meest gelezen blogberichten. Gelukkig, want zij hadden echt hulp nodig. Nu, als je zelf een bericht wil schrijven voor op een blog van het Fotokot, heb je een leuk project waar je aan bezig bent. Laat het mij gerust weten, dan kijk ik zeker of het te publiceren valt. Hier vind ik, ik zag enkele thumbnails en ik vond het super dat ik een telefoonkotje zag, want... Ja, in der tijd, als we fotograferen, wouden we geen telefoonkotjes fotograferen, want we vonden dat ook maar alledaags, niks speciaals aan. We zien dat altijd. Maar de dag van vandaag, nu, als we nu terugkijken naar straatbeelden met telefooncellen op, ja, dan vinden we dat super natuurlijk. Dus laat niet na om iets alledaags nu te fotograferen. Dat krijgt sowieso een waarde over x aantal tijd. Maar nu is het blijkbaar een ruilboek... stand geworden. Ik vind het ontzettend leuk dat het kleur, dus metaalkleur van de telefooncel, overeenkomt met de regenpijp en die nadar hier. Ik vind het een beetje te perfect in beeld gebracht. Die staat er volledig op. En dit staat er volledig op. Dus dan dacht ik zo van... Ja, ik wil altijd een klein beetje spanning gaan creëren in beeld. Iets aan de verbeelding overlaten. En dan dacht ik, als we nu... Beetje wat kroppen en een stuk van die nadar eraf snijden. Dat er zo wat spanning komt. En de glasramen bovenaan zijn ook verdwenen. Niet dat dat moest van mij, maar ik heb heel snel gekropt. En door hier een stuk af te halen aan de rechterzijde, creëer je onbewust, onbewust voor de kijker dan, hier meer ruimte. Ik vond het in het origineel beeld... vond ik hier een klein beetje te krap. Hou altijd de randen van de foto's en de gaten hier. De lijnen kunnen ook nog recht getrokken worden. In Lightroom, dat is heel eenvoudig. Moest het niet echt scherp zijn. Ik ga naar transformatie. En dan hoef ik hier enkel maar gewoon twee lijnen te trekken. Hier een keer langs. En hier langs, want ik vermoed dat die kerk niet zo schuin staat. En dan kunnen we ook nog een horizontale trekken. En dan komen die lijnen allemaal helemaal recht te staan. Voilà, we gaan dat opnieuw instellen. Dus ik zou een stukje eraf snijden om een klein beetje spanning te gaan creëren in het beeld. Ik ben ook iemand die een berg zou half doorsnijden. Iemand uit beeld zou laten kijken. Alles om toch maar een beetje spanning in beeld te krijgen en iets aan de verbeelding van de kijker over te laten. Een beeld van Anne Boulaire, gefotografeerd in Lot. Vond ik een mooi beeld om wat te zeggen over overlapping. De lijnen zitten zeer goed. hier. Ze zijn heel mooi in beeld gebracht. We hebben hier de diagonale lijnen. Dus dat werkt zeer goed. De masten staan tegenover een blauwe lucht, waardoor ze opvallen. Dus dat is ook zeer goed. Ik heb een klein beetje probleem met de overlapping hier. Dus ik zou hier persoonlijk een punt gekozen hebben, waardoor dat die grootte tussen die en die komt. Die lantaarnpaal hier vind ik ook leuk, maar ik mis hier onderaan een klein beetje meer. Of misschien moet het minder, want ik zie hier net nog, kan ik het tonen, hier net een grijs lijntje lopen. Dat zal het dak van iets zijn. En dat, ja, dat stoort mij een klein beetje. Kijk, als ik dat nu zou wegsnijden. En nog een klein beetje, want hier hebben we nog een stukje. Zo. Dan voelt het al natuurlijker aan. En het is misschien een beetje muggenziften dat ik doe. Maar zoals vele fotografen zeggen, God is in de details. Het zit hem echt in de details of een beeld staat of valt. Dus hier zou ik zorgen dat er geen overlapping meer is. En letten op de onderkant. En misschien is het zelfs als we tot een minimalisme willen komen. Maar dat is natuurlijk wat moeilijk. Kun je zoiets doen dat je dus geen groen meeneemt in beeld, maar dat je beperkt tot twee kleuren, uw blauw en uw grijs. Het doet er altijd goed aan om zo een eenvoudig mogelijk beeld te tonen. En doordat ik nu gekropt heb, ik zie nu effectief hier mensen werken. Daarnet zag ik dat niet, waarom? Blauw en groen werkt ontzettend goed samen en dan ga je al vlug naar je groene tinten gaan kijken. En dus ik was aan het kijken naar dat groen, naar die bomen en dat blauw. Maar door dat stuk te gaan weghalen en uw beeld te vereenvoudigen, ga je plots wel die mensen zien werken. En dan had ik zeker, als je die overlapping niet had, was het wel een superleuk beeld op die manier. Een beeld van Johan Peters, hier in Bodegem. Vond ik een heel leuk toeristisch beeld. Het is zonnig, er staan wel dreigende wolken, maar de hemel is nog altijd wat blauw gekleurd. En opnieuw blauw doet ons denken aan zomer, waardoor dat we nog altijd een gelukkig gevoel krijgen hier. Echt luscious green, zoals ze dat noemen in het Engels. Echt heel mooi groen. Dan dat rood, dat contrasteert met dat groen. Dat er nog een keer uitspringt, dat zonlicht er wat op. Dus een super mooi toeristisch beeld. Als ze ooit reclame willen maken voor de fietspaden daar, dan zou ik zeker zo'n beeld insturen. Want het geeft gewoon zin om daar te gaan fietsen. Dus, heel mooi gedaan. En iemand had dit beeld ook een keer ingestuurd voor de fotovragen, om te vragen wat we ervan vonden. Nu, de fotovragen is eigenlijk, daar verwacht ik dat je zelf een directe vraag stelt over je foto. Want wat iedereen ervan vindt, is natuurlijk leuk om te weten, maar het is nog interessanter als mensen uw vraag kunnen beantwoorden, uw probleem kunnen oplossen. Dan heb je zelf al geanalyseerd. En als je dat dan nog een keer kunt oplossen, dan kun je beeld echt wel, of je volgende beelden, naar een hoger niveau brengen. Vind ik heel mooi, de lijnen kloppen hier niet. Dat zien jullie wel, dat hoeft ook niet altijd te kloppen. Nu, toen ik het beeld in miniatuurweergave zag, dan zag ik hier wat extra licht. En ik dacht, oh leuk, die persoon heeft met een penseeltje lokaal dus wat met licht geschilderd, waardoor hij wat diepte kreeg in die gebouwen. Maar in het groot zie je dat er effectief gewoon het licht van de zon is die erop zit, waardoor je die extra diepte krijgt. En dat vind ik, los van die toren, vind ik die elementjes hierop, dat extra licht dat hierop zit, dat vind ik dat het beeld een meerwaarde geeft. Dus je kunt dat eigenlijk ook zelf gaan doen met een aanpassingspenseel. Moet je dit hier een keer bekijken, dat is nu een masker dat je moet doen. En als ik hier nu schilder en mijn masker afzet en gewoon wat licht geef, dan zie je dat die rechterkant ook een klein beetje meer licht vangt en in de kijker komt te staan. En ik vind dat het beeld een klein beetje meer schwung geeft. Ja, vind ik een heel leuk kleurenspel. Vooral het blauw en het roze, dat groen dat daar nog een keer bij komt van de auto. Maar jammer genoeg vind ik de auto een klein beetje te veel aanwezig. En dat is moeilijk op te lossen, want dat is echt een momentopname. En ik zou waarschijnlijk identiek hetzelfde beeld genomen hebben en achteraf wel gevloekt van, ah, die auto staat eigenlijk veel te veel naar voren. Konden dat oplossen op dat moment? Nee, waarschijnlijk niet. Tenzij dat je aan die persoon zou vragen, kun je nog een keer passeren? Ik ga mij wat beter positioneren, zodat de kleuren wat meer overeenkomen. Allee, overeenkomen bedoel meer in proportie en balans zijn. Maar ik vind het wel heel mooi, zelfs zonder auto zou het heel mooi zijn. Ik vind dat heel mooi blauw verweerd, met dat blauw die hierboven nog een keer terugkomt. En dan echt zo dat roze die eruit popt uit beeld. Ook nieuw, fashionable, die jas tegenover een oudere hevel. Dus eigenlijk is er daar wel iets heel leuks ook mee te doen. Dit is gefotografeerd in Gent. De foto is ietsje te klein van afmeting, maar dat maakt niet uit. Van Kanokpan der Weduwen. Je merkt lange sluitertijd. Ik heb zo redelijk veel beelden met lange sluitertijden binnengekregen. En dat is altijd heel leuk om te doen. Maar ik vraag dan eigenlijk aan mensen van, eenmaal je dat onder de knie hebt, en je bent al een tijdje aan het fotograferen, probeer daar een keer een extraatje aan te geven. Dat je niet gewoon maar lijnen hebt. Probeer te voelen in die situatie wat er nog ontbreekt. Nu, naar compositie toe vind ik dat zeer mooi. De lijnen lopen heel mooi in de verte weg. Je komt hier bij de toren uit. Ik vermoed dat er een flits afgegaan is, omdat ik zie dat er hier ontzettend veel licht op zit. Dat is wel een beetje jammer. Persoonlijk zou ik dat toch wat donkerder houden. Ik ga een keer heel vlug schilderen erop. Voilà, het is niet perfect geschilderd. Ik zeg, het is in een rapje gedaan. Zodat de aandacht eigenlijk hier niet meer naartoe komt. Het kan ook licht zijn van ergens anders dat erop schijnt. Maar ik vermoed dat er een flits afgegaan is. Dus maar probeer iets los van die lichtbundels er nog iets extra's aan toe te voegen. Ik toon het volgende week in een webinar aan hoe ik bij de Arc de Triomphe zo'n lange sluitertijd gebruikte en een extraatje toevoegde om de drukte weer te geven. Terwijl dat eigenlijk, dat komt er door druk verkeer, maar dat ziet er hier nu ontzettend rustige straat uit, wat het niet is. Dus probeer het verhaal af te werken. Beeld van Luc de Kok, de Prosperpolder. En ik zoom uit. En oké, ja, de lijnen lopen weer schuin. Maar ik zeg het, dat maakt niet uit. Dat hoeft niet altijd recht te lopen. Dat is wat je er zelf van maakt. Hierdoor krijg je natuurlijk ook een beetje een schuinere horizon. Ongeveer. Nu, lange sluitertijd werkt. Ik denk dat het objectief een klein beetje vuil was. Dat zie ik hier. Misschien wel lichte regen gehad. Nu, in het begin dat ik dat beeld zag, dacht ik van, goh, had de fotograaf niet beter meer naar rechts een compositie gemaakt, zodanig dat de kerk links stond en dat we dit beeld hadden. Maar nu staat hij wel redelijk in de midden. En dan zag ik de titel van het beeld en zag ik waar het gefotografeerd was en dan had ik iets helemaal anders. Ik dacht van, nee, integendeel. Nu, mijn onderwerpen zou ik nooit in het midden zetten. Maar los daarvan, ik kan even dat stukje auto wegdoen. Los daarvan, had het misschien zelf zo'n beeld gemaakt. Kees dat helemaal aan de rechterkant en zou misschien denken van, allee, wat doe hij nu? Maar de kerk is mooi in beeld, die lantaarnpaal brengt hier nog mooi licht. Oké, het oog gaat hier misschien vertrekken en hier is er niks. Maar dat is een polder. Er is daar ontzettend weinig. En dat vind ik dat dat typisch beeld is van de kerk in de polders. Er is niks naast. Moet ik die auto's niet tonen, dat heeft geen meerwaarde, maar voor de Prosperpolder heeft dit een enorme meerwaarde. Dus die compositie zou ik dan eerder kiezen dan wat ik aanvankelijk dacht, om die kerk eigenlijk helemaal links te zetten en meer het dorp te tonen. Zie, en dat is eigenlijk een klein beetje gaan analyseren van waar bevind ik me, wat typeert deze plaats hier en hoe ga ik dat in beeld gaan brengen. En zo ga je eigenlijk losstappen van uw fotografie van de kerk naar meer een reportagefoto dat je maakt waar er een verhaal aan vasthangt. Ja, hier een beeld van Carlos de Caluie, Bissegem. Veel gefotografeerd, een pad dat wegloopt in de verte. Maar ik verwacht hier een extraatje. Het loopt weg en er is daar niets. Het zou leuk zijn mocht daar een fietser zijn, want hij neemt mijn oog, hij leidt mijn oog ergens naartoe en dan zie ik niets. En dat vind ik jammer. Terwijl er op die locatie heel veel te doen is. Ik vermoed dat er misschien ergens een vliegveld is. Want dit toont dat wel aan. Dat ze hier landen. Dus misschien kunnen we dat gaan combineren met een vliegtuig. Iemand die hier staat naar boven kijkt. Met een verrekijker of zo. Dus je kunt daar wel iets mee doen. Dus het beeld heeft ietsje meer nodig. Naar verwerking toe denk ik dat het misschien ook een beetje te veel aan de lucht gewerkt is. Of te veel gekropt is, dat beeld. Want ik zie hier een beetje vertekeningen. Ik zie hier ook wat chromatische aberratie. Dus allemaal zeer eenvoudig op te lossen. Dus als je ooit dit beeld zou afprinten, altijd in 100% kijken naar een foto om die kleine probleempjes op te lossen. En dan zijn we bij een voorlaatste van de selectie. En dan toon ik de beelden die geselecteerd zijn voor het magazine. Dus van Brigitte Mostien, hij is op den berg. Het doet mij een beetje denken aan daarnet de beeld van Saskia, die het kasteel van Laarne gefotografeerd heeft. Met die lichtjes. Wel, dit roept ongeveer een beetje hetzelfde gevoel op bij mij. Maar goede raad, fotografeer dit nu ongeveer deze maand. Want deze maand gaan al de lichtjes in die huizen ook branden. Dus het is redelijk vroeg donker, de mensen zijn nog niet gaan slapen. En dan zijn alle lichten binnenaan en kun je hier waarschijnlijk een ontzettend mooi beeld van maken. Nu zijn alle lantaarnpalen aan, maar ik denk dat het nog veel mooier is als de lichtjes branden in de huizen. De exif is eruit. Ja, ik kan niet echt goed zien uit de hand of met statief, maar ik zeg het, maakt mij bitter weinig uit. Dus probeer dat beeld zeker nog een keer opnieuw te fotograferen. Wacht niet tot december, want in december gaat de kerstverlichting er overal zijn. En dan vind ik dat de sfeer weg is uit dit beeld. Dit roept bij mij koude op. Alhoewel, dat wel nog een zomerdag was waarschijnlijk. Het ziet er een koude ochtend uit of een koude avond. En ik vind dat die lichtjes wel zeer goed werken bij de sfeer. Een laatste beeldje van Anne-Marie Mewis van, ik dacht, Blankenbergen. Blankenbergen heeft ook een haven. Ik vind Blankenbergen echt een toplocatie om te fotograferen. Die hebben ontzettend veel te bieden. Vind ik een ontzettend mooi, rustgevend beeld. Ik had er toch een paar bemerkingen op. Hier allereerst vind ik wel redelijk goed afgesneden. We hebben ruimte, we kunnen passeren. En hier aan de linkerkant vind ik het ietsje te krap. Dus ik zou daar wat meer ruimte gegeven hebben. Of misschien... Ja, ik kan hem afsnijden natuurlijk. Maar dat wil ik niet. Ik zou op de plaats zelf wat meer ruimte gegeven hebben. Waarom? Omdat we hebben hier drie boten die duidelijk zichtbaar zijn en dan één. En ik weet, dat is 4. En je neemt liever een oneven aantal. Maar ik zie het eerder als, dat is dubbel oneven. Dus dubbel zo goed. Een keer 3 en een keer 1. Er is ook wat wisselwerking. Herhaling van de masten. Ik vind dit een ontzettend mooi beeld. Maar door dit zijkantje heeft hij jammer genoeg net niet de selectie gehaald om in het magazine te komen. En welke 3 komen er dan wel in het magazine? En dan ga ik even terug naar de library. Voilà. Dit natuurbeeld van Peter Stassen, Zerkeham. Heel mooi beeld, mistig, de mistvlarden die hier nog wat voor de koetjes hangen. Beetje jammer van de overlapping hier, maar het zijn vooral die in de kijker staan. We hebben hier ik ga u een voorproevertje geven van het webinar, een driehoekscompositie gemaakt. Die zijn een extraatje, dus als er hier ergens ik noem dat voor mijn stijl van fotografie een foutje, zo'n overlapping. Dat foutje valt niet echt op, omdat je hier gebruik maakt van een driehoekscompositie. Heel mooi in beeld gebracht, mooi licht, mooi moment. Dus ik vind dat zeker waardig om een keer in het magazine te komen. Het volgende beeld is van Els Wallaert, een beeldje van Brugge. Ik vermoed het Concertgebouw. Heel leuk dat het zo een beetje grafisch is, een beetje een abstract beeld, blauw en oranje gecombineerd. Dat wordt niet zo heel veel gedaan in fotografie, maar het is iets wat ik al altijd zeg van probeer dat zeker te doen. Als je vanavond nog een keer naar Netflix kijkt en je bekijkt een van de moderne series, ga je zeker die kleuren zien terugkeren. Dus een heel mooi abstract beeld. Het zal met de tele gefotografeerd zijn, zie 300 mm. Dat weet ik, was daar redelijk ver van het Concertgebouw. En alles is een klein beetje samengedrukt door het gebruik van het teleobjectief. Dus heel mooi beeld. En als laatste deze foto van Lut de Duitse. Is persoonlijk een van mijn favoriete foto's van de hele reeks, de hele ingezonde reeks. Ik vind één iets jammer. Ik zal het tonen. Dit beeld had in zwart-wit moeten staan. En waarom zwart-wit? Dit beeld had over lijnen. Het had over die vlakken hier, die mooie golvende lijnen hier in beeld, die schaduwlijn. En van zodra kleur niet belangrijk is in beeld, en van zodra het over structuren, patronen en lijnen gaat, zet je beter je beeld om in zwart-wit. En als we in kleur kijken, dan zie je, dit begint op te vallen, die rode gloedbeetje op de straat, en die schoenen vallen enorm op, en daarom draait het beeld niet. Dus zwart-wit, en ik weet niet of het een beetje zou moeten gedraaid worden, als die lijnen recht komen. Ja, misschien wel. Dus maar vind ik een topbeeld, vooral in zwart-wit. Voilà, dat waren de inzendingen voor vandaag. Allee, om te bespreken. En dan ga ik een keer kijken. Ik heb hier nog iets staan voor jullie. Zoals ik al zei, gaan we ook de nieuwe opdracht aankondigen voor volgende maand. De resultaten van de opdracht worden samen besproken. Ik ga ze dus niet alleen bespreken deze keer, maar met een andere fotograaf, Glenn van der Beken. En Glenn heeft een leuke video in elkaar gestopt om eigenlijk de opdracht aan te kondigen.